Yo, ik ben Rick en welkom terug bij Banished. We hebben een klein probleempje. Een building is on fire. Ik geloof dat het deze hier zo is. Ja. Het is niet echt te zien, maar zodra we het spel zo meteen van pauze afhalen, zul je het wel zien. Ja, hier, kijk. Moet je zien wat al deze mensen gaan doen. Echt iedereen. Gaat gewoon hier naar de rivier toe om water te halen. Dat is toch super vet. dat vind ik wel fijn. Een nieuw kind is geboren. Oh, dit is ook echt de tijd om een kind te maken, nietwaar? Allemaal mensen die hun huis kwijt zijn. Nee, dit vind ik leuk. Om die mensen die dus hier zo water komen halen. Nou, niet het vuur natuurlijk. Ik dacht eerst dat we daar een well voor nodig hadden. Provide water to for putting out fires, weet je wel. Maar blijkbaar kunnen ze dus ook uit de rivier halen. Maar goed, ik denk dat we wel een well gaan bouwen vandaag. Oh man, dit is wat. Zoveel water. Oké. Thumbnail, misschien. Ik weet nog niet. Misschien wordt dit wel thumbnail. Oh man, al die mensen. Dat is echt absurd. Dat is echt absurd dit. Shit. Rebuild. Nou ja, in ieder geval. Welkom terug bij Banished. Zoals je al ziet, iedereen gaat gewoon weer lekker verder met zijn werk. Ja, dat was interessant. Ik weet niet, wat is dit? Oh, stookhout. Oké. Waarom ligt dat daar? Ik weet het niet. Maar, aflevering 14. Toen hebben wij hier deze cemetery gebouwd, de begraafplaats. Nou was er een foutje bij het uploaden. Ik had per ongeluk de video gepland voor zondag in plaats van maandag. Dus zodra die online stond, had ik hem privé gezet. Om hem dan maandag weer opnieuw te publiceren, weet je wel. Maar het probleem was dat hij dus niet opnieuw publiceerde. Dus hij stond niet in je subboxes, dus heel veel van jullie hebben de video gemist. Dus ik heb even bij aflevering 15 die ik woensdag geüpload heb. Gezegd ze van, hey, weet je, als je die gemist hebt en je wilt nog zien, weet je wel, ik ga dan kijken. Meer gewoon als herinnering voor jullie, weet je wel, van er is gewoon een aflevering geweest. Dit vind ik vet, want we hebben nu 16 kippen. Weet je, dat gaat gewoon super goed. Dus daar ben ik blij mee. Maar goed, ja. Waarom heb ik woensdag een aflevering geüpload, vraag je misschien af. Nou, weet je, ten eerste is vakantie voor regio Midden en Zuid. Dus, weet je, ik wil dagelijks een video voor jullie hebben. Daarnaast, weet je, ik had een aflevering over, zeg maar. Ik had die aflevering al zo snel. Ik zit gewoon zo erg in dit spelletje nu. ik vind het echt leuk. En ja, als ik dat heb. Hey, een laborer is dood. Dan wil ik het spelen. En ja, weet je, dan gebeuren er weer dingen zoals het vuur. En dan moet ik weer gaan opnemen, weet je wel. Dus dat schiet niet op. Dus ik heb ervoor gekozen om, zeg maar, die aflevering te maken. En. Nou ja, weet je, toen had ik zin van, weet je, ik heb woensdag een plekje over. Dan knallen we hem dan wel online. En ja, is gewoon prima, weet je. Ik denk niet dat het iemand pijn doet. Dus er zijn een aantal bomen die hier zo doodgaan, wat mij een beetje opviel. Ik heb hem ondertussen veranderd naar appel. Dus als het goed is, gaan nu de nieuwe planten, of de nieuwe bomen, gaan appelbomen zijn. En dus appelen produceren. Althans, dat is denk ik wat gaat gebeuren. Demolished, dat is maar één builder. Laten we daar even twee van maken, want dat duurt een beetje lang. Wacht. We staan te vervangen natuurlijk. Oké, ja, dat wist ik wel. Ja. Maar goed, we hebben de vorige keer natuurlijk wel aardig wat afgekregen. We hebben hier wat huizen bij gebouwd. We hebben hier wat huizen erbij gebouwd. We hebben deze twee pastures gebouwd. Deze pastures staan nog leeg. Maar, ja, dat maakt niet uit. En ja. Het gaat allemaal wel goed. We hebben nog een livestock merchant gehad, zeg maar. Dus een verkoper die, zeg maar, de livestock verkoopt aan ons. Alleen die had nog meer kippen. En toen had ik van, nou, weet je, dat doen we maar niet. Dus ja, dat was wel oké. Hebben we nog iets wat we kunnen bijvullen? Nee, niet echt. Oké, dat is jammer. Maar goed, we zitten vrij goed met voedsel, waar ik tevreden mee ben. Ik had even gekeken. Als we dit zo doordoen, kijk, dan kunnen we hier nog een huisje neerknallen zo. En dan kunnen we hier er nog één neerzetten. Dan kunnen we hier tussendoor een pad maken. En dan kunnen we 1, 2, we kunnen hier precies 3 huizen in kwijt. Misschien kan je het een beetje moeilijk zien. 1, 2, wacht. 2, 3. Oh, past precies niet dan. Maar ja, whatever. Dat maakt niet zoveel uit. Het komt op zich wel prima uit. Dus daar ben ik blij mee. Dat zul je wel zien zodra we het gaan bouwen. Waarschijnlijk gaan we dan hier zo ergens. Gaan we dus... nou, misschien een market bouwen. Of anders een... ja, zo'n storage barn. Zodat niet iedereen zo gek ver hoeft te lopen.
En ja, het is gewoon handig. We gaan hier namelijk wat meer huizen ook nog bijbouwen. Naast van dit soort velden en van dit soort velden. Het is misschien wel handig om daar dan ook zo'n market te hebben. Of in ieder geval zo'n storage barn hier zo. Tenminste, zoals zo eentje. Ik heb ook weer een aantal cropfields veranderd qua hetgene wat ze verbouwen. Deze doet nog steeds squash. Maar ik heb deze weer teruggezet op aardappelen, want dat wil ik wel hebben. En ja, we hebben nu 7 mensen hier in de quarry. Zoals je kan zien, de quarry begint wel echt uitgegraven te worden, zie je wel. Eerst hadden we hier alleen een looppad, zeg maar. Maar nu is het zo diep gegraven dat het, zeg maar, hier er ook maar een looppad bij komt. Wat ik wel fijn vind. Het gaat echt super snel, zie je dit? Super snel dat we mensen erbij krijgen. Dat komt omdat we een hele hoop huizen hebben. En dat is op zich wel een goed ding. Even kijken. Ah, we hebben de materialen om er nog in te bouwen. Dus dat gaan we gewoon doen. Ik ben echt gewoon aan lopende band huizen aan het bouwen. Gewoon om ervoor te zorgen dat we lekker die mensen erbij krijgen, weet je wel. Het is een achievement. Als we hier eens even gaan kijken. Eens even kijken hoor. Of we hem zo snel kunnen vinden. Als het goed is, is er een achievement dat we... als we 100 mensen halen... Binnen de eerste 100 jaar. Ik weet het niet. Volgens mij was dat een achievement. Ik kan hem niet zo snel vinden. Via een population of 500 na 200 jaar. Ja, in ieder geval. Een beetje die richting op. Is een beetje waar ik naartoe wil. Dat lijkt me wel leuk. Wat ben jij hier aan het doen? Trader. Picking up resources. Oh, ja. Ze gaan die dingen weghalen. Oké. Dat is prima. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje hoe we zitten, hoe het allemaal gaat. En naar mijn idee gaan we wel prima. Ik heb echt het gevoel dat we binnenkort echt een woodcutter erbij moeten gaan maken. Of in ieder geval iets om ervoor te zorgen dat we meer stookdingen hebben. Misschien een tweede mijn bouwen en die dan op kool zetten ofzo. Zou ook nog een optie kunnen zijn. Dan kunnen we ook steel tools gaan maken. Ik zit er namelijk niet... Ik ga deze niet de hele tijd heen en weer zetten tussen kool en iron. Dat heb ik geprobeerd, dat ging niet zo goed. Dus dat gaan we maar niet doen. Even kijken hoor, kunnen we hier niet een mine erbij bouwen? Eens even kijken hoor, een mine. Nou, daar kan het natuurlijk niet. Dat kan echt precies niet, hè? Zag je dat? Op die ene nader. Oké, als we hem dan eens zo een beetje neer proberen te zetten. Het gaat allemaal niet zo, dat vind ik echt jammer. Dat werkt ook niet. en aan deze kant dan? Nee, het lijkt hier niet echt op. Wat een beetje jammer is. Misschien als we deze hier zo weghalen. Remove structure. Bam. Ja hoor, kijk eens aan. Kijk, dat is beter. Bam, dan gaan we daar gewoon een tweede mijn bij bouwen. Even kijken hoor. Zoveel hout hebben wij niet. Zoveel steen hebben we ook niet. Pauze. Nou ja, in ieder geval. Het is fijn dat we die hebben. De resources komen vanzelf wel, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Kijk hoor. Ja, hier hebben we ook helemaal geen steen. Ja, ik heb een hele hoop paden gemaakt. Of tenminste, ik heb ervoor gezorgd dat een hele hoop paden, zeg maar, steen gingen worden. Dus ja, we hebben een beetje een gebrekje aan steen, maar goed. Dat maakt helemaal niet uit. Zoals je kan zien, dit hier zo ben ik steen van het maken. Dit hier zo ben ik steen van het maken en dit stukje hier zo ook. Het gaat wel prima op zich. Oké, dus we hebben een paar dingen erbij. Dus ik ga even laten zien wat allemaal. Als eerste heb ik hier een cropfield bij gemaakt, want er zit een beetje niet zoveel in voedsel. Tenminste een beetje laag qua voedsel. Dus het leek me wel een goed idee om dat te doen, weet je wel. Daarnaast heb ik hier een storage barn bijgebouwd. Die moet nog gebouwd worden zoals je kan zien. Maar dat zal wel snel genoeg gebeuren. Onze bouwer heeft momenteel nog wat andere dingen te doen namelijk. Zo heb ik aan deze kant hier zo nog een pasture gebouwd. Ook voor kippen. Zit er 24 in? Wat? 17? Oh, oké. Nou, whatever. Blijkbaar komen hier dus zo meteen 24 kippen. ik heb hier toen op split... hier op split gedrukt. Toen gingen ze hierheen. Voor een of andere reden. Ook al staat deze uit. Maar goed. Dus heb ik gedrukt op empty. En nou gaan er dus allemaal kippen... door het vriezende water, zeg maar. Hier ziet ze daar lopen. Hier ziet ze daar lopen. Ze gaan hier allemaal lekker met het pad.
gaan ze naar deze pasture toe. En ja, gaat allemaal prima. Zoals je kan zien, ik heb hier ook een paar wegen erbij gebouwd. Dat zou allemaal wel los moeten lopen zo. Ja. Kijken, dit ziet er echt interessant uit nu. Allemaal verschillende soorten bomen, maar goed. Ja, ik bedoel, we hebben hier nu bonen erbij. Dat ze zou, als het goed is, wel gewoon moeten helpen met onze... ja, toch alweer ons voedselprobleempje op het moment. Het is echt absurd hoe snel we mensen erbij krijgen. Dus ja, ik ben niet echt meegegaan met het maken van extra voedsel ja, sources, zeg maar. Dus dat leek me wel een goed idee om even te doen. Ja, dus deze is nog steeds niet gebouwd, zoals je kan zien. Ik ben een beetje aan het wachten. Ik bedoel, het steen hebben we wel, maar het hout niet. En het is wel belangrijk dat we gewoon genoeg firewood houden. Dus ja, het gaat lekker. Dat zeker wel, dus hoor niet dat te lange tijd zullen de kippen hier zo aankomen. Als we de tijd even wat versnellen. En dan zou het allemaal geen probleem meer moeten worden. Moeten zijn eigenlijk. Maar whatever. Ja, het is wel grappig. Het is wel grappig zo, toch? Het gaan ook echt allemaal gewoon door de market heen, hè? Oké. Okay. Het voedsel baart me een beetje zorgen, maar goed. Ja, whatever. We kunnen ook wel een beetje zonder voedsel, toch? Jawel. Ik bedoel, deze pastures die leveren op zich wel redelijk voedsel. Dus daar ben ik blij mee. Je hebt genoeg gemaakt, dat is prima. Kijk. Hoppa. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als we deze dan bijvoorbeeld op 30 zetten of zo. Controlnummers. Oké. Dus als we nu meer dan 30 kippen hebben, dan gaan we ze slachten. Nou, waarom zou je deze dan lager zetten? Dat snap ik niet. Ja, als we een epidemie hebben of zo. Als de dieren ziek worden. Dan is het wel handig om die lager te hebben. Maar anders zie ik niet echt een punt eigenlijk. Oh, een hunter is dood. Ik vind het wel mooi als we berichten krijgen van doden. Dus even kijken of we die kunnen vinden. Kijken, dat is een forester. De tailor. Hierboven was het. Oh nee. Hierboven was het. Ja, hier. De kever was killed by a cave-in. Dus het is gewoon een stuk steen op haar gevallen. En dat heb je bij woodcutters, bij stonecutters hier. Crushed by a rock. Ah, dat is lullig. Ja, maar goed. Oké. Mooie dingen in het leven. Oké, er zijn een aantal dingen die ik nog even wil doen. Dus, nou ja, als eerste wat ik zojuist gedaan heb, is ik heb hier een woodcutter neergezet. We begonnen namelijk een beetje te onderproduceren aan firewood, wat ik wel een beetje vervelend vond. Maar daar hebben we een beetje de hele tijd last van houttekortje. Dus ik heb ervoor gekozen om hier... Kijk, we kunnen vinden, ja hier, een forester lodge neer te zetten. Dat is natuurlijk zo'n... huisje wat bomen plant en bomen neerhakt. En dat zorgt ervoor dat we onze houtproductie ja, weer lekker omhoog gaan krikken. Dan moeten we dan natuurlijk even een pad naartoe gaan maken. En toen zat ik zo te bedenken, oké, dit is de snelste route, maar gaat dus hier om die berg heen, zie je dat wel? Wat ik eigenlijk even wil doen, is een tunnel gaan bouwen. Gewoon hoe dan ook, we zullen hier waarschijnlijk een tunnel gaan bouwen. En ik ben gewoon benieuwd hoe dat gaat, weet je wel? Dus even kijken hoor. Er kan hier geen tunnel komen. Waarom kan hier geen tunnel komen? Hier kan wel een tunnel, toch? Waarom kan hier geen tunnel? Dit is vervelend. Tunnel. Je zou toch gewoon een tunnel doorheen moeten kunnen bouwen? Ja, hier kan een tunnel doorheen. Moet hij niet een... ja, oké. Aan de andere kant begrijp ik ook wel waarom hier geen tunnel doorheen kan. Kunnen we hier een pad bouwen? Nee, dat kan ook niet. Jongens, wat is dit? Dit bevalt mij niet. Oké. Nou, dan moeten we er maar omheen, I guess. Oh, dat is vet balen. Dus we kijken hoor. En waar gaan we dan uitkomen? We gaan echt precies ook gewoon kut uitkomen. Tjongejonge. Nou ja, whatever. Dat maakt niet zoveel uit dan, denk ik. En zo. Ja, kijk eens aan. Nou, dat kan precies dan zo. Hele hoop steen en dingen die we dan ook even weg moeten halen. Wat ik ook denk ik ga doen, is een hunting cabin neerzetten hier. Misschien. Moeten we even kijken.
Want we hebben echt gewoon geen leer hier. Ik probeerde hier warm coats te maken. Daar heb je leather en wool voor nodig. Nou ja, we hebben hier nu schapen. 10 daarvan trouwens. Dat gaat ook wel prima. Maar goed, we hebben dus wool. En momenteel zitten we zonder. Maar goed, whatever. En we hebben hier natuurlijk een hunting cabin. En die produceren dus leer. Dus even kijken, we gaan hier even eentje vandaan halen. Dus bij elkaar, weet je, je zou zeggen dat je warm coats kan maken. Zou kunnen maken, dat kunnen we niet. Want ze hebben geen leer de hele tijd. Dus het schiet niet op. Dus ik heb het nu op wool coats gezet. En ja, daar hebben we er wel gewoon aardig wat van. We hadden ja, hier, we hebben er 5. Dus dat is prima. Even kijken hoor. 26 graven. Ik heb het gevoel dat veel meer mensen dood gegaan zijn dan dat. Ik denk dat het zo is dat zodra mensen voor een bepaalde tijd dood zijn, dat hun graf dan verdwijnt, zeg maar. 13 laborers is echt absurd. Superveel. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. We gaan er ook weer even een paar huizen bij bouwen. Zo, daar, daar en daar. Dan gaan we waarschijnlijk nog hier een paar huizen bouwen, zo op deze manier. Dan gaan we hier, zeg maar, de volgende markt bouwen. Dat leek me wel een prima ideetje. En dan ja, wordt dit een beetje... Hier gaan we dan een hele hoop huizen neerzetten en dan een markt erbij. Dat zorgt er dan voor dat overal voedsel en alles neer kan. Of terecht kan komen. Moet werken. Je zou het zeggen. ja, dat is op hoop van zegen, zeg maar. Goed, hier zit al deze mensen heen en weer gaan, joh. Die gekkigheid. Hoe ver is het hiermee? Alle materialen zijn er nog niet. Tenminste, de juiste hoeveelheid. We missen er nog 4. Hoe ver is dat pad? Mensen gaan hier overheen. Wat? Oké, dat weet ik niet of dat zo goed is. Oké. We zullen het meemaken. Al die kippen. Gekke geluiden dat ze maken. Maar eens even kijken hoor. Oh, we hebben een forester minder. Wat? Hoe kan dat dan? Snap ik niet, maar goed. Herdsman. Hoe gaat het hiermee? We zitten nu op 10 schapen. Ja, ik heb het gevoel dat als ik er weer een herdsman bij ga doen, dat het niet zo snel meer zou groeien. Want dat hadden we toen eerst met de kippen. En toen kwamen er de hele tijd niet zoveel mensen bij. Dus dat lijkt me niet zo'n goed idee. Ik weet niet wat het nut is van extra vendors hebben. Ik weet trouwens überhaupt niet hier zo erg nut van, behalve dan dat het extra opslagruimte geeft. Maar goed, ik bedoel, we hebben de mensen ervoor, dus we zullen het waarom zullen we het niet proberen, weet je wel? We gaan er even zo en zo. We gaan even een paar mensen erbij laten mijnen. Dat kan ook echt alleen maar goed gaan. En dan hebben we nog 5 laborers over. Dan moeten we binnenkort maar iets aan voedsel er ook bij gaan bouwen. Even kijken hoor. Forester 8. Kijk, we kunnen ook mensen hier nu hier naartoe sturen. Dus laten we er even 2 bij zetten voor het moment. En dan, ja, zou dat prima moeten gaan. Waar de hek gaat die heen? Oh, die is Forester. Oké, dat verklaart het wel. Collect all stone, alsjeblieft. En collect all the iron. Er is volledig geen iron hier. Oké. dat is interessant. Nou ja, oké. Dit gaat wel lekker zo, toch? Wij hebben een probleem. Echter, opeens gaat mijn spel van 5 keer snelheid naar 1 keer snelheid. Wat blijkt, deze occurred, of weet ik van wat je het ook wil noemen, has developed an infestation. Dat betekent dat gewoon deze bende gewoon niet goed meer is. Nou, wat betekent dit? Nou ja, hier kunnen we niks meer mee. Dus we moeten ze hakken. Ja... Eigenlijk een infestation is als bijvoorbeeld er heel veel van beestjes op de oog zitten, weet je wel. Je kan het een beetje zien, het wordt geel hier. Dat is no brainer, zeg maar. Dus wat we moeten doen is we moeten alles omhakken en we moeten een nieuwe soort moeten we het geven. Tenminste, er moet een nieuwe soort bomen gaan komen. Een nieuwe soort crop, zeg maar. Dus we gaan er chestnut van maken, want hier stond appel. Nou ja, de meeste bomen waren appel. Dus ik hoop dat als we het terug veranderen naar chestnut, dat het gewoon prima wordt. Maar goed, zoals je kan zien, we hebben ook heel veel heel groot tool tekort.
Deze man is aan het maken, maar het gaat niet snel genoeg. Dus ik weet niet, ja. Het gaat nog wel even duren, denk ik. ja, ik weet niet. Het is een vrouw trouwens. Zeg ik nou een man? Het was een vrouw. Oké, niks gezegd. Oh, maar goed, zoals je kan zien, deze akkoord wordt nu omgehakt. En dan gaan ze daarna gaan we nieuwe bomen planten. En dan moeten we weer 3 jaar wachten voordat die bomen gegroeid zijn. Super chill. Oh, we krijgen wel hout hiervan. Dat had ik niet verwacht. Maar dat is echt wel beter. Het hout is wel iets wat we even kunnen gebruiken op een moment. Hier, ik heb dit helemaal omgekapt. Ik heb nu overal... ik heb nu 8 foresters. Gewoon om dat firewood... ja, bij te benen, zeg maar. Het is iets drukker... iets harder gevraagd dan wat ik verwacht had eigenlijk. 3 huizen er hierbij gebouwd. Ja, het gaat wel prima op zich. Nou... Zijn ik nog, weet je wel, aan de andere kant hier zo nog huizen erbij. En dan de... Even kijken hoor, waar komt hij dan terecht? Dan komt hij daar terecht, oké. Want kijk, het past hier precies tussen. Dus dat vind ik wel leuk. Als het goed is moet hij zo. Maar ik durf het eigenlijk niet aan, eigenlijk. Jee man, we hebben 200 stenen, oké. Ik ben ook ondertussen wat paden nog aan het steenificeren. Of wat je het noemen wil. Gewoon veranderen in steen. Om ervoor te zorgen dat mensen sneller kunnen lopen uiteraard. Dus we kunnen bijvoorbeeld wel even zoiets nog doen. Hoeveel is dit? 6. Dan doen we hier ook 6. Zo, en dan gaan we nog even terug hierheen. Dan maken we hier ook nog een paar stenen wegen bij. Zoals hier bijvoorbeeld. Dat is misschien wel leuk. En nou ja, dat stukje kunnen we nog wel doen. Dan kunnen we hier nog wel een stukje van doen. En hier ook nog wel een stukje. Ja hoor, komt er maar. Even kijken, hebben we dit nog steeds niet steen gemaakt? Hoe kan dat? Nee. Oké. En zo. Kijk, maken we daar ook even een stukje steen van. Gaat met jou, alles is bijna over. Ik geloof dat als we alles omgehakt hebben, dat het gewoon prima is en dat het weggaat. Ik weet het niet zeker, maar ik hoop het wel. Ja, de mensen zijn nu wel de paden aan het gebruiken in plaats van dat ze hier overheen gaan. Ik geloof gewoon omdat er een pad ligt en dat gewoon blijkbaar sneller is om daar overheen te lopen dan zeg maar over deze heuvel heen. Althans, dat is wat denk ik het geval is. En we hebben meer dan 10.000 voedsel. Dat wat ik echt wel vet vind. En we hebben 100 inwoners. Kijk, is toch super vet? Ja. Nee, maar serieus, dat is wel leuk. En ik krijg het gevoel dat we een blacksmith bij moeten. Hoeveel... Toolcore hebben we niet zoveel. We hebben natuurlijk een paar mensen bij de mijn erbij gegooid. En de quarry. Dus die hebben allemaal tools nodig. Ja, ja. We zullen het meemaken. Maar goed. In ieder geval, ik denk dat ik het hierbij ga houden voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan zien we de volgende keer gewoon terug bij Banished. Later.